up, mijn naam is Demo. En als ik tevoorschijn kom bij een live event, is het altijd slecht nieuws. Ik ben met mijn boy Rams. Hij moest vandaag battelen tegen Henk, die is helaas niet komen opdagen. En je weet wat dat betekent. Spaz the fuck out. Laat iedereen zich even horen voor Rams. Rams, 17 jaar. Mensen achterin, hold it down. Anders word ik eruit gezet, for real. Dankjewel, let's go. Hi, Rams, 17 jaar, speaker, je weet het, we zijn er. Shoutout Nino, shoutout Kenneth Bankbros. En we gaan eventjes een spazout doen, man. Want kijk, Hengst is niet gekomen, maar die shit is overbodig. Die man chokt altijd, dus ik had me sowieso al voorbereid op een monoloogje. Want ik opende mijn mail. En ik las Rams tegen Henk. Ik dacht, Noor, je kan me niet vertellen dat het echt is. Die motherfucker staat niet eens op de ranglijst. Dat is excellent. Schat je me serieus, zo slecht in. Zelfs zijn Mattie zei dit tegen mij. Rams, je gaat hem slopen, gek. Dat is excellent. Scott dit soort boelens, dan geef mij iemand met een hoger rank. Maar hij dacht serieus dat hij van mij kon winnen. Met de rare bars die hij hier loopt te spitten. Bro, jij bent niet goed wijs. Je bent slechts een van de hoogst die ik slijs. Noem me Rams de Ripper. En jouw vriendin wilde met mij neuken, maar ik dacht, Noor, ik kan die vieze slet niet zo uitbuiten. Maar ze bleef aandringen en zei dat ze voor 50 cent wel even voorover zou willen buigen. Dat soort vieze hoertjes moet je wegstoppen en opsluiten. En ik weet nog niet of dat het je bitch of je winkelwagentje is, omdat het maar 50 cent kost om die bitch te gebruiken. Hai. En ik ben de pupil, ja, de oogappel van z'n ma en ik neuk haar in een oogwenk. Want damn, ik ben lit, ik heb geen planga van Cartier, maar je kan niet zeggen dat ik broke ben. Ik heb mijn visie op de toekomst, terwijl jij stak in het heden en blind op die hoop bent. Dus brand mijn visie op jouw netvlies en vergeet nooit dat je door Rams die hier gesloopt bent. Ai. En deze man zei bij die freestyle battles op dat 100k event, dat hij die twee barkie wilde pakken. Maar ik snap niet hoe je dat kan zeggen. Omdat wanneer ik aan jou vroeg hoeveel geld jij op deze battle wou gooien, je zei dat je niets in wilde zetten. Dus dat zeg mij, bro, je bent niet serieus. Je bent eigenlijk aan het kutten. Omdat je wel geld wil pakken op een battle zolang je zelf niks in hoeft te leggen. Zegt alleen dat je niet overtuigd bent van je eigen kunnen. En vandaag breng ik geen gun bars, omdat ik hem zonder dat al sloop. Want zoals jullie zien heb ik geen gun nodig om ervoor te zorgen dat die loopt. Nou, misschien breng ik eentje dan. Zal ik die man dan shoot toe? Hoe ik deze poppen pijn doe, zou je denken dat ik doe aan voedoe. Ja? En Henk heeft een tijdje niet gebattled en het is beter dat hij meteen weer stopt. Dus ik vergelijk hem met een Leica-kaart dat niet in dienst is, omdat zijn lijn niet gewaardeerd wordt. Ai. Ja toch? Waar waren we? Shit. Ai. En kijk, Henk wilde die hele battle rapper komen spelen, maar eerlijk. Die man klinkt onzeker as fuck. Hij klinkt als een trut met een buttplug in de kut. Juist, ja? En kijk, ik heb mijn auditie verkloot, maar ik heb geleerd van mijn fouten. Mijn niveau gaat omhoog, maar bro, hoe zit het met jou? Je hebt in bijna elke battle gechoked, maar bro, dit moet je onthouden. Jij van mij winnen gebeurt nooit, net als alleen lopen met Lee Towers. Hè? En waar waren we? Ai. Speakery is the shit, let op Q, die man brengt music in je oren. Ik slam hem in een bodybag, maar die shit wordt niet op 3FM uitgezonden. Maar ook al doe ik dit voor de fun, ik slice hem en zijn lichaam wordt nooit gevonden. Want ik schiet hem met 5 kogels in 3,8 seconden. En Prille, waar ben je? Vaka, Prille, zeg me nou eens hè. Waarom kom je één dag na mijn fucking auditie al slijden in mijn DM? Hij zei me, Rams, als je niemand kan vinden voor het volgende event, dan wil ik je wel baggen. Maar homie, wat loop je nou te braggen? Er is wel iets meer nodig dan een magerscham in met een rare performance om iemand uit spijkenissen en een bodybag te zetten. Ai. Jouw moeder is kaka. Ai. Tijn. We zijn er. Tijn? Ja, man. Hey, goed op, man. Dit is wat er gebeurt als je niet komt opdagen, dan krijg je niet de kans om jezelf te verdedigen. En terwijl het publiek om me heen heel hyped is, geven jullie het nog één keer op voor Rams. Ja! PunchOutBattles.nl, youtube.com/PunchOutBattles. Abonneer, like, doe wat je moet doen, man. Mijn naam is Kevin. Fuck him! Fuck him! Fuck him!